Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan, Vronie Klaas. En het is een actie samen met Actie Pepernoot. Om ervoor te zorgen dat de kinderen die het gewoon niet zo goed getroffen hebben, op wat voor reden dan ook, dat die toch een cadeautje krijgen. Soms kan het zijn dat sommige kinderen bijvoorbeeld te laat een brief hebben gestuurd naar de Sint. Of om een of andere reden is dat niet aangekomen bij de Sint. Je weet, techniek tegenwoordig. Dus ik moet hem hier en daar een beetje helpen. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Het is een heel leuk idee eigenlijk om mensen die het wat minder goed hebben dan jij en ik, dat die ook hun kinderen een cadeautje kunnen geven. Dat is een heel charmant en sympathiek idee, want we vergeten wel eens, met alle ellende die er op de wereld bestaat, dat je ook in Nederland natuurlijk ontzettend veel armoedzaaiers hebt. Er zijn natuurlijk mensen die kijken nu en die denken, nou, ik vind het een goede zaak, ik wil wel helpen. Ja, we proberen dat zo makkelijk mogelijk te maken voor iedereen. En het is heel simpel, je hoeft alleen maar het woord Sint te sms'en naar 8090. Dus S-I-N-T, Sint 8090. En dan wordt er €2 van je telefoonrekening afgeschreven. En die gaat naar Actie Pepernoot. En daarvan hopen we het dan van te doen. Dus doe het veel en vaak, zou ik zeggen. Tot slot, Vronie Klaas, heeft u nog een tip voor de echte Sint? Nog spangen, rustig, alles komt goed. Alle kinderen gaan we een cadeautje geven, Sint. Nog spangen, komt goed.